Vaak stinken ze. Ze belemmeren de doorgang bij calamiteiten. Ze ontseren het straatbeeld, rolcontainers bij de voordeur. De strekking van de boodschap van Intermarkt was een verzoek om afvalbakken die veel mensen voor hun huis hebben geplaatst in de achtertuin te plaatsen. En dat is het zoveelste hoofdstuk in de soap rondom het afvalbeleid. Burgers kunnen nog maar moeilijk begrip opbrengen voor het verzoek. Het zou prettig zijn wanneer Intermarkt deze boodschap, ja, dat de bakken stinken en dat het er veel zijn en dat ze voor het huis staan, het straatbeeld ontsieren, dat ze dat meenemen naar HVC toe. In plaats van dat ze dat bij de burgers neerleggen, ja, bij hun klanten neerleggen. Sinds de invoering van de oranje bak voor plastic regent het klachten. De bakken worden eens in de 4 weken geleegd. En dat is voor veel huishoudens te weinig. Ja, zeker in de zomer staan die 4 weken in de warmte. En dat gaat op een gegeven moment broeien. En daar komen op een gegeven moment maanden in. En die komen er ook uit als je zo'n bak open doet. Michael is vastberaden en gaat de strijd aan met alle instanties om het afvalbeleid te veranderen. En hij is niet de enige. Eerder werd al de Facebookgroep De Oranje Klachtenbak opgericht. En Ellen van der Knaap uit Horen stapte al eens met een zelfgehouden enquête over het afvalbeleid richting de gemeente. Als ik hier kijk, gevraagd bent u tevreden over de frequentie van legen van de oranje rolcontainer, dan zegt 71,5% nee. Veel burgers zijn het zat in West-Friesland. Het is tijd voor actie. Beste leden van de Staten-Generaal, wij voelen ons niet gehoord in West-Friesland als het gaat om het afvalbeleid. Wij vragen u om nog eens goed naar de regelgeving te kijken om ons leven wat makkelijker en aangenamer te maken.